Nou, Ik ken hem al zeker 20, 25 jaar, want hij was natuurlijk altijd al actief in, het, uh, nou, in de Partij van de Arbeid. Maar ook uh, ik, samen met hem in de verkiezingsprogramma-commissie gezeten en uh, allerlei andere dingen gedaan. De laatste jaren natuurlijk vooral ook als collega burgemeesters. En uh, ja, dan was hij natuurlijk een voorbeeld voor iedereen. En, uh, hij wist alles wat in de vaten van de samenleving gebeurde op straat. Was tegelijkertijd ook uh, zichtbaar om hard op te treden waar nodig, maar ook uh, juist warmte. En begrip als het ook nodig was. Dus ja, de, daarmee een voorbeeld voor iedereen. Maar ook vooral persoonlijk kon je heel makkelijk met hem in contact komen. Ja. Um, ik denk dat elke in ieder geval niet om jou een kind die het stert om deze verschrikkelijke ziekte. Um, maar hoe, het, hoe het komt het nice om dat een van jouw collega's dit hoe komt? Ja, je weet het gebeurt. En het, we wisten natuurlijk van Eberhard ook dat dit er al jaren aankwam, want hij heeft al die ziekte. Uh, je wist dat gaat een keer mis. Uh, uiteindelijk komt de klap toch pas als het zover is. En uh, ja, voor zijn vrouw en kinderen natuurlijk in de eerste plaats uh, een groot verlies, maar ook voor ons allemaal, want hij was echt, uh, nou ja, de burgemeester van Nederland eigenlijk ook wel. Ja, want hoe schoen je hem onskrijbolle? Nou ja, altijd begripvol van uh, als andere gemeentes, groot en klein, hè? Uh, van Rotterdam tot Leeuwarden tot kleine gemeentes. Wist hij altijd wel van ja, hoe komen we daar samen uit? En dan kon hij ook geven. Hè? Dus niet alleen van Amsterdam gaat voor. Hij zei ook altijd: Van Amsterdam. Uh, hij is hier op werkbezoek geweest. Uh, een persoonlijk bezoek geweest. red ik me nog goed van een paar jaar geleden. Uh, gingen we samen een auto aanduwen toen we hier om de hoek liepen. Want een auto was de motor afgeslagen. Nou, dat doe je dan samen. Maar ook uh, maakte ik altijd het grapje van: uh, Ik vind Leeuwarden is net een beetje klein Amsterdam. Met die mooie binnenstad, met de grachten. Nou, daar heeft hij me volgens de laatste vijf jaar natuurlijk mee geplaagd. Ja, okay. Ja. Um, wanneer had je voor het laatst contact met, uh, met hem hoorn? Ja, toch uh, een paar uh, weken geleden was het toch uh, al heel moeilijk, maar uh, ja, sommige dingen, uh, je, je mist hem gewoon. Je kunt hem dan niet meer bereiken, dat snapt ook iedereen. Tegelijkertijd uh, blijft hij altijd in onze gedachten voor het leven. Ja, schrokken uh, je dat je hoort niet je hebt Ja, het was vanmorgen, ik hoorde het meteen op de radio en dan, uh, ja, dan bespreek je het met je vrouw en dan denk je meteen, ja het is toch gebeurd.